Vanuit de Bovenkerk in Kampen heet ik u heel hartelijk welkom bij een bijzonder concert. Een concert met 6 jonge organisten. U krijgt de namen allemaal in beeld en ook de titels van de werken die ze gaan spelen. Een bijzondere avond. Normaal hebben we dit concert altijd in de zomermaanden en dan kan er publiek bij zijn. Maar vanwege de coronatijd kon dat niet doorgaan. En hebben Harm Beens en Jo van Arnhem toch besloten om deze keer er een online concert van te maken. Een concert in kerstsfeer. We gaan genieten van 6 organisten. Maar u kijkt natuurlijk helemaal gratis, maar niet vrijblijvend. We gaan u natuurlijk vragen om een bijdrage voor de kosten van deze opname. Een QR-code komt in beeld, een bankrekeningnummer komt in beeld. We gaan u natuurlijk vragen of u wat wil overmaken. U begrijpt het belang erbij. De organisten spelen graag, maar de kerk heeft zijn onderhoud nodig en ook het orgel. En de opnames kosten geld. Het zijn geen grote bedragen en als u allemaal meedoet, een klein bedrag kan samen een groot gebaar zijn. Heel hartelijk aanbevolen. Vanuit de Bovenkerk een fantastisch kerstprogramma. U gaat genieten van 6 jonge organisten en ik wens u een hele prettige avond.
Rodé de Boer uit, waar kom je vandaan? Staphorst. Staphorst. En hoe kom jij nou zo aan het orgel spelen? Want het is, ik vind het eigenlijk best bijzonder, een dame achter het orgel. Dus dat is eigenlijk wel een beetje uniek. Ja, nou ja, ik heb les gehad van mijn vader vanaf mijn 8e jaar, denk ik. En je vader is ook organist? Ja, okay. Ja, klopt. Ja. En toen heb ik al die basis bij hem zeg maar, geleerd. Ja. Toen ben ik daarna bij mijn oom op les gegaan, Jan Groteboer. Oh, ja. Heb ik daar een aantal jaar les gehad en nu heb ik een aantal jaar al geen les meer. Geen? Wat jammer nee. Nou. Ja. Ik heb van je speelgenoten, die je hebt gespeeld. Vertel eens, wat heb je gespeeld? Het eerste stuk was? Wat variaties van Gaumont. Ja. Over een oude Poolse kerst, heet het stuk. Ja, er is ook een Nederlandse tekst, want ik heb het kende melodie, want je hoort het ook in Nederland als met koren zingen. Ja, het is een Pools kerstliedje, dat klopt, ja. En het andere was volgens mij Gaumont? Nee, wat ik net zei was Gaumont. Ja, dat was, ja. En die daarna was van Willem-Harold Boog, en dan Hoe zal ik u ontvangen? Willem-Harold, ja, ook bekend. Waarom deze twee stukken? Gewoon omdat je ze mooi vindt, of? Nou, die van Gaumont had ik al heel lang in gedachten. Die vond ik altijd wel een leuk stuk. En wat er nu met kerst ook precies uitkwam, nou doe ik die. Ja. En die andere heb ik al lang over getwijfeld, maar toen kwam ik deze tegen en toen dacht ik, ja, hoe zal ik u ontvangen? Is ook een kerstlied. Dus absoluut. En wat andere klankidioom af en toe van Willem Boog. Ja. Mooi stuk. Ja. Jouw eerste herinneringen hier aan de Bovenkerk, waar komen die vandaan? Wat was je eerste kennismaking hier? Gaat je nog herinneren? Nou, wanneer precies de eerste keer was, weet ik niet echt. Maar ik ging wel vaak met mijn vader mee naar concerten en zo. En had je dan favoriete organist in de zin van? Nou, mijn vader had vooral favoriete organisten. En dan moest je gewoon met je vader mee. Ja, van alles wat eigenlijk wel. Harm Hoeve, Everard Zwart. Oké. Ja, van alles. Zowel die Hollandse koraalkunst en heb je nog plannen om er meer mee te gaan doen? Speel je zondags in een dienst ook, of ben je kerkorganist? Nee, het is gewoon een leuke hobby voor jou. Ja, kerkorganist lijkt me wel leuk, maar nog niet. Nog niet? Nee. En want je studeert nu niet meer. Dat vind ik eigenlijk best jammer dat je nu niet studeert, want je speelt heel verdienstelijk. Dus eigenlijk moet je daar gewoon nog mee doorgaan. Maar er zijn niet echt mensen die lesgeven in Klaus Kribo. Dus dat is lastig. Kribo, Nou, dat is natuurlijk, dat is, dat vind ik wel jammer. Dat is wel een mooi systeem om mee te beginnen, maar als je dan verder wil... Ja, is dat kan wel je niet veel mee. Nee. En overswitchen naar noten, dat is... Ik ben begonnen, maar... Dat is wel een dingetje, hè? Moet je al tijd voor hebben, ja. Maar ik wil je echt van harte complimenteren met je spel. Ik vond het mooi klinken. En ik zou zeggen, zoek een leraar. Want als je toch aan de andere kant, als je gewoon literatuur speelt, is dat natuurlijk gewoon, dan kan de leraar natuurlijk gewoon in bladmuziek ernaast kijken. Dus het zou moeten kunnen ook. Ja. Dus ik zou zeggen van, ga zeker door. Als je nou even zou mogen dromen, wat zou dan een orgel zijn? Of was dit de droom die uitkwam, dit orgel om een keer op te spelen? Of zijn er nog andere orgels waarvan je zegt van, nou... Den Haag, lijkt Den Haag Lutherse Kerk, dan vind ik dit toch mooier. Ja, dat is maar dat mag, hè? Ja. Dus dit was gewoon de droom. Ja. Dank je wel voor je spel, ik vond het heel leuk. En ik wens je heel veel succes en blijf studeren, want het is absoluut de moeite waard. Ja. Dank je wel.
Herman. Dan Quintus. Koud gat boven? Verschrikkelijk koud was het. Maar? Na het spelen, dan, als je begint te spelen, dan raak je snel genoeg warm. Dat had ik dan, maar de registranten zullen het anders ervaren hebben, ja, denk ik. Ja, want die hebben echt wel te lijden. Ze moesten hard werken, want je had een aardig registratiestuk erin zitten. Ja, ik had behoorlijk wat registraties inderdaad. Ze moesten aan de bak. Ik hoorde, er is een kindeke. Ja. En de Faber... Overtoire van Willy. Ja. Ja. Behoorlijk heftig stuk zo op het orgel. Dat dacht ik ook. Hartverwarmend gespeeld. Mooi, complimenten. Je eerste ervaringen met orgel, hoe ben je zo aan het orgelspelen gekomen? Nou, ik heb de eerste lessen, de eerste ervaring met het orgel was gewoon thuis. In de huiskamer. Er werd ook regelmatig orgelmuziek gedraaid. Ja, uiteraard. Door mijn vader genoeg. Ja. Dus dan zit je al helemaal in die sfeer natuurlijk van het orgelspelen. En op een gegeven moment zelf wat gaan proberen. Nou, toen kwam het idee om op les te gaan. Dus heb ik de eerste lessen gevolgd in Staphorst bij Wouter Scherpenissen. En ben ik na een tijdje naar Geenemuiden gegaan. Daar had mijn broertje had daar pianoles bij die leraar. Van Cor Ploeg. Van Cor Ploeg, ja. Ja. En daar ben ik op een gegeven moment ook voor orgelles begonnen. Of verder gegaan eigenlijk voor mij. En daar heb ik veel met een heel aantal jaren met plezier les gehad. En je hebt nog steeds les? Ik heb nog steeds les. Nu heb ik les van Harmhoeven. Nu ongeveer al 2,5 jaar. Degelijke leraar. Ja, Harmhoeven uit Roveen. Ja, dus, ja. Bekende hier. Ja, nee, zeker. Ook dus bekend hier in de Bovenkerk. Ja, in, absoluut. Orgelconcerten, loop je die ook af? Je vader organiseert natuurlijk heel veel. Moet je dan mee of mag je mee? Of hoe werkt ik zie het als mee mogen. Ja, toch wel. Ik moet niks. Maar zijn er dan momenten waarvan je denkt, toen ik daar en daar zat, toen werd ik gegrepen door dat en dat? Wat is er nou bijgebleven? Zijn er specifiek dingen? Nou, ik denk dat vooral in de corona situatie waarin we nu leven, zeg maar, dat er heel veel concerten online en op andere manieren gegeven werden. Dus wat mij wel is bijgebleven is de twee edities van de 150 psalmen die in Den Haag zijn gespeeld en hier in Kampen zijn gespeeld, waar ik beide keren bij mocht zijn. Dus dat vond ik wel mooi om mee te maken en bij te zijn en ook wel een stukje achter de schermen kijken, wat ook altijd leuk is. Dus, want je registreert ook nog wel eens bij iemand? Nou, niet heel vaak. Ik heb een tijdje terug heb ik voor het eerst bij Marco den Toom geregistreerd in Katwijk. En is het al spannend om dat te doen? Nou, dat was wel even spannend, ja. Daar heb ik eigenlijk geen ervaring mee. Nee. Dus de eerste keer in Katwijk, dat is niet het makkelijkst. Dus dat was nieuw voor mij. Je bent 18. Ja. Maak je toekomstplannen? Speelt het orgel daar een rol in? Daar speelt het orgel verder niet. Nou, ik blijf orgel spelen, maar als hobby. Als niet, hobby. Ik heb geen plannen om hier mijn werk van te maken. Ik vind het leuk om erbij te zijn. Maar je blijft wel lessen? Ik blijf wel lessen. Dat ja, maar dat is denk ik wel belangrijk. Je speelt voortreffelijk. Ja. Heel mooi. Zeer bijzonder. Complimenten. Ik heb ervan genoten. Blijf vooral ook spelen. Ja. En blijf er ook van genieten. En ik vind het ook mooi dat jonge lui van jullie leeftijd ook zo betrokken zijn bij dit instrument. En dan ook weer zo leuk promotie voor maken. Natuurlijk, dat is altijd mooi. En zeker op dit instrument, daar mag ik altijd graag spelen. Dankjewel. Dus. En we hopen nog meer van je te gaan horen op een ander moment. Dankjewel. We gaan terug naar het orgel en we gaan verder luisteren hier in de Bovenkerk van Kampen.
Herman. Ja, Quintus. In de Bovenkerk van Kampen. Nou, dat is toch een fantastische plek. Ja, is het mooi? Ja, ja. Het, de kerk is mooi. Ja. Mooi, nou ja, een fantastisch orgel. Heb jij herinnering aan je eerste keer hier? Ja, de eerste keer. Dat was... ik zat op de Oud Pieter Zand en met de CKV van meneer Keur. Ja. Zijn we hier geweest, een rondleiding gehad en hij... hij kwam erachter, had ik weer speelde en toen heb ik een uur gespeeld hier. Alwege naar de bij. Nou, het eerste stuk wat ik erop zette was natuurlijk Psalm 25. Nou, toen een bekende opmerking, als je een schop tegen de orgel geeft, komt hij eruit zetten. Ja, maar ja, hij moest eerst tegen jou maar schoppen, want maar goed, dat is natuurlijk een grapje. Maar je had orgelles al, ja. Daarvoor? Ja, ik heb nou... Ik ben 15 jaar geleden ben ik begonnen met orgelles bij een organist bij ons uit de kerk. Daar heb ik een jaar of 10 denk ik les gehad en daarna bij Harm Hoeven. Nou, die is ook niet onbekend hier. Degelijke leraar denk ik, Harm. Ja, heb je plannen om ermee door te gaan of zeg je van het is gewoon een ontzettend leuke hobby? Ik heb trouwens genoten van je astma. Lekker, goed, dat is het, hè. Prachtig, hè? En ja, hij pakt je beter, hè? Dat is ja. Ook... ja. Maar goed, ja, nee, verder in de muziek. Ik heb op het moment geen les. Ook al een jaar. Heeft dat een reden? Beter druk? Of? Ja, vooral tijd. En ja, ook niet de behoefte, zeg maar. Maar het is, kan zijn dat ik... Het is wel belangrijk, hè? Blijven precies. Spelen, blijven studeren. Ja. Hoe oud je ook wordt, denk ik, studeren, altijd blijven doen. Maar ook, nou kijk, zoals nu zeg maar, dan ga ik wel nog even van tevoren naar Harm toe. Ja, ja. Puntjes op de i. Ja, nou die puntjes stonden er goed op. Ik Gelukkig. Heb ervan genoten, ik vond het leuk dat je hier was, als een van de 6 jonge organisten op dit orgelconcert. We gaan terug naar het orgel, want ja, praten is leuk, maar luisteren naar orgelmuziek, denk ik nog veel leuker. Bedankt voor je spel. Nou, graag gedaan. Thank you.
We breken even in het concert van de 6 jonge organisten en ze komen allemaal uit Staphorst. Harm, jij kent er een aantal van. Ja. Hoe bijzonder het is, is het dat jonge organisten nog zo bezig zijn met orgelmuziek. Natuurlijk zijn organisten bezig met orgelmuziek, maar jonge mensen bezig met orgelspelen. Dat is een uitzondering aan het worden, heb ik het idee. Het wordt wel minder en... Laat ik zo zeggen, 20 jaar terug had ik in Rovereen ook wel 10 organisten die zoiets zouden kunnen doen. Maar helaas gebeurt dat niet meer. Of ze spelen niet meer, of ze spelen piano. Maar ja, er wordt of piano of gitaar, andere instrumenten. Maar er wordt gewoon heel veel ook gewoon muziek geconsumeerd in plaats van zelf actief te doen. Dus ik vind het fantastisch dat, dat er zoveel jonge lui zijn in Staphorst die actief de orgel speelkunst beoefenen en ik benijd ze dat ze dan op zo'n prachtig orgel mogen spelen. Maar dan is het ook wel heel bijzonder dat Consolo NL, Johan van Arnhem en Harm Beens, met dit soort dingen organiseren om die jonge mensen te stimuleren. Dat mag toch ook een zonder soort waardering krijgen? Hadden ze deze ingangen niet gehad. Nee. Nee, dan was dat niet gebeurd. Je hebt zelf gespeeld in deze uitzending, Daar is uit 's werelds duistere wolken van mijn grootvader Jan Zwart. Ja. Waarom dit stuk? Prachtig stuk, mooie vorm, echt geschreven voor een orgel. Ook een deftig stuk, misschien leuk om te vertellen dat, ik ben niet zo goed met een jaartal, misschien 30 jaar terug, misschien wel 35 jaar terug, was er een kerstnachtdienst vanuit de BAVO in Haarlem. En wie speelde dit stuk? Klaas Bolt, de toenmalige organist van de Sint-BAVO en ik dacht altijd dat leraars van conservatorium geen Jan Zwart speelden. Want op het conservatorium vertelde je niet dat je ook wel eens Jan Zwart speelde. Want ja, dan kreeg je voeten. Kreeg je een stempeltje. Dus ik vond het prachtig dat Klaas Bolt dat speelde. Hij speelt dat anders dan jouw vader en Feike Asma. Maar wel heel deftig. En het klonk op dat orgel in de BAVO in Haarlem, weet ik nog. Dat klonk ook zo voornaam. Ik denk ook, ja, dit is gewoon goede muziek. En daarom speel ik het heel graag. Fijn dat je dat hebt willen doen in deze uitzending en ook fijn de waardering die je hebt voor die jonge talenten die toch ook de mogelijkheden krijgen van Consolo NL om zich op deze manier te presenteren. En we hopen dat er meer jonge lui zijn. Zeker. Die het orgel ontdekken, ja, om te gaan spelen, toch? Ja. Mag ik nog één ding vertellen over want soms vind ik de organisten of de muzikanten ook wel eens waar moet er toch heen met het orgel? En er gaat niemand meer naar de kerk. Ik was ook in Staphorst met mijn koor uit Urk. Zouden we zingen naar een avond op Zingen naar de Zondag is dat. Er was een trompetiste bij en die had haar vriend meegenomen. En die vriend kwam uit Amsterdam en die was docent theaterstudies of zoiets. Dus ik dacht al bij mezelf, nou, die houdt dus niet van orgel. Die kent geen gezangen en psalmen. Dat was dus mijn etiketje wat ik hem al opgehangen had. Nou, wij hebben gerepeteerd. Hij maakte een aantal foto's. En ik zeg na afloop zo, of na de generale tegen hem, jij houdt vast niet van orgel. Hij zegt, wat, ik niet van orgel? Weet je, ik hou van 17e eeuwse klaverzimbelmuziek zimbelmuziek. En orgel, jongen, dat vind ik wel zo machtig mooi. En de organist was aan het oefenen, eventjes, voor zichzelf. En die ging even naar zo'n vol orgel toe. Hij zegt, je moet dat nu horen, jongen, dat vol orgel, jongen. Daar krijg ik gewoon kippenvel van. Nou, toen dacht ik van, dat is dus iemand die is niet kerkelijk opgevoed. Die kent geen psalm of gezang. Ja, ik snap ook wel als je iets over psalmen of gezangen speelt, dat je dat dan soms denkt van, nou ja, wat is dat? Maar die is toch onder de indruk van de power en de mogelijkheden van een orgel. Dus ik denk dat er toch mogelijkheden blijven om dat heel veel mensen wel genieten van die prachtige klanken van orgels. Mooi om te horen. We gaan terug naar het concert van de 6 jonge organisten en we hopen dat u net zoals wij hier genieten van orgelmuziek. Thank you.
Laurens Stalen uit ook Staphorst. Inderdaad. Iedereen uit Staphorst vandaag. 6 jonge, talentvolle organisten, zeggen ze. Jij bent de eerste in de rij. Je bent begonnen met Komt Alle Tezamen. Een compositie van mijn grootvader Jan Zwart. Waarom dat stuk en waarom het in de Bovenkerk? Of is dat een lastige vraag? Nou, ik heb de opname van uw vader Willem-Henrik Zwart gehoord en die speelt hem hier. Ja, klopt. En ondanks dat je met de klavieromvang zit, dus dat hij eigenlijk niet volledig naar boven komt, is het toch een stuk wat er volledig uit knalt en iedereen zit, denk als je, vooral als je het live hoort, je echt rechtop in de stoel. Je zit meteen, zit er meteen in eigenlijk. Ja, het is een mooie binnenkomer op zo'n mooi kerstconcert met 6 jonge organisten. Na jou nog 5 anderen. Een bijzondere avond zo. Niet met publiek, maar online, YouTube. Mm-hmm. Is spelen met publiek anders dan zo voor zo'n opname? Ja, daar zit je veel meer in de focus, in de spanning. En dan moet het ook goed. Maar nu laat je toch een beetje denken van, het kan wel over, dus het kan nog een keer. Dus dan is... Ja, dat moet je niet verklappen, dat we af en toe soms dingetjes overdoen. Hè? Ze hebben het allemaal gewoon in 1 keer gespeeld. We hebben het in 1 keer gedaan. Ja. Nee, maar het, ja, en de sfeer is wat minder. Dan zit je er echt in. We moesten vorige keer in de zomer, dan moeten we dat loopje doen. Ja, en die publiek komen binnen en het bouwt zich op. En dit is dan toch wat kaler. Ja. Maar goed, wel mooi dat het kan in deze tijd. Dat we toch zo op deze manier een orgelconcert kunnen geven. Studeer je al lang orgel? Nee, ik ben eigenlijk begonnen als trompetist. Oké. Okay. Dat leek me mooi, is lekker hard, lekker knallen. is leuk, doe ik ook nog steeds. Maar op een gegeven moment, mijn moeder speelt orgel, dus we hebben een orgel thuis staan. Dus gewoon wat proberen. En dan ben ik in de eerste klas, ben ik zo in verzeild geraakt eigenlijk. En je hebt orgelles? Nee, niet meer. Niet meer. Omdat? Geen tijd? Ja, studeren, druk. Dus ja, Wat hoe oud ben je, als ik vraag mag? 20. 20. En je studeert? Rechten. Zo. Ja, dat is iets heel anders. Ja. Maar jij hebt talent, je laat het horen. Studeren is natuurlijk toch wel belangrijk. Want zelf thuis een beetje aan blijven klungelen. Nou, zo zou ik het niet meer noemen. Maar het is goed om er een goede leraar achter te zetten. Ja. Je hebt ontegenzeggelijk talent. Volg je andere organisten? Ben je echt een concert... ganger, orgelconcert, of zeg je van nou, ik vind het gewoon leuk om de ontspanning, of hoe moet ik dat zien? Ja, beide wel. Eigenlijk als de mogelijkheid is, dan probeer ik wel naar een orgelconcert te gaan. Een beetje dan favoriete orgels, favoriete organisten? Kies je dat dan uit? Nou ja, niet echt per se favoriet, maar wel, je hebt een soort eigen smaak waar je dan naar op zoek gaat. En omschrijf dat eens, die eigen smaak. Wat vind jij dan mooi? Wat trek je dan, wat wil je graag horen? Ik vind de combinatie tussen enerzijds klassiek en ook koraalbewerkingen vind ik heel mooi. Ja. Eigenlijk als het 1 van 2 is, heb je toch wat gemist eigenlijk, als het zuiver 1 van 2 is. En die mix is heel mooi en soms gaat het ook samen of het contrasteert heel mooi. Dat vind ik, daar ben ik wel naar op zoek, dat het eigenlijk van 2-1. En het zelf spelen, is dat dan een ontspanning? Doe je dat om gewoon lekker te spelen? Is dat een... Of heeft dat ook een binding met datgene waar je in je geloof? Of hoe moet ik dat zien? Wanneer ga jij een orgel zitten spelen? Want je hebt geen les, dus je hoeft niet iets voor te bereiden voor de leraar. Nou, eigenlijk zoveel mogelijk als hij er staat. Dan, en meestal ook als ik moet studeren, gewoon als even je hoofd leegmaken, spelen. En het is eigenlijk ontspanning en om jezelf er een beetje in te vinden. Mooi. Ik heb ervan genoten. We gaan vanavond nog luisteren naar vele... andere jonge collega's, je bent wel geloof ik de oudste in het rijtje, of niet? Denk ik. 20, 19, of is er nog een, want ik had een 19, 20, nou goed. We gaan het allemaal zien vanavond, we gaan het beleven. Vanuit de Bovenkerk, 6 jonge organisten en we hebben in ieder geval van jou genoten. Dankjewel. Heel bedankt. Thank you.
Christian Musche, zeg ik het goed uit? Staphorst. Ook uit Staphorst. Komt iedereen uit Staphorst vanavond? Nou, ik denk wel zo'n beetje, ja. Ja. Ik denk wel zo'n beetje. Is het een broedplaats van muzikaliteit, dat Staphorst? Hoe moet ik dat zien? Nou, vertel. Ik denk dat je het zo moet zien dat er een stimulans is voor jongeren om het orgel en het orgelspelen uit te dragen. Dit soort dingen zijn daar een voorbeeld van. Op zich zijn er best wel wat jongeren ook in Staphorst die elkaar stimuleren om te spelen. Dus ik denk dat een broedplaats, ik weet niet of je het zo kunt noemen, maar er leeft wel wat. Die stimulans, is dat ook een beetje elkaar opjutten in de goede zin van het woord? Zo van... Ja, kijk, als je met elkaar aan het spelen bent, dan probeer je elkaar ook van tips te voorzien, zeg maar, als iets beter kan. Ook wel. Ja, natuurlijk. En je neemt elkaar eens mee naar waar je zelf misschien in de kerk speelt. Dus dat stimuleert altijd natuurlijk. En jullie gaan dan ook samen zomers naar, in de auto naar concerten toe? Of? Niet met deze groep zozeer. Met sommigen ben ik wel gezamenlijk naar een concert geweest. En waar ga je dan naartoe? Wat is een in het oog springend of in het oor blijven hangend orgelconcert? Waar je zegt, van, nou, daar was ik en dat vond ik. Poeh, er zijn nogal wat geweest. Eén is genoeg hoor. Eén is genoeg. En niet over denken, gewoon zeggen van dat vond ik. Of. Nou, dat was niet eens zozeer waar ik zelf bij als luisteraar aanwezig was, maar ik was er als registrant. Dat was in Westzaan, ik ken het orgel nog niet. Dat Vlaasorgel in de. Ja, klopt. Ja, ja. Was met Minne Veldman, mocht ik bij registreren. En dat orgel heeft mij op een of andere manier te pakken gekregen. Dat is een mooi instrument. Supermooi orgel. Ja. Ja. Nu met een vrij pedaal, vroeger met een aangehaald pedaal. En een heel mooi klinkende kerk. Hasselt in het klein, zeggen ze wel eens. Ja, dus, ja. Beetje verborgen gebleven ook. Leuk dat je daar dan ook meegaat met Minne om te registreren. Want daar leer je natuurlijk denk ik ook weer heel veel van. Zeker. Je hebt nog les? Nee, ik heb van hem geen les. Nee, niet van hem, maar überhaupt nog les? Nee, zelf ook niet meer. Ik doe het puur nog hobbymatig. Is wel eens jammer. Dat wou ik net zeggen. Ja, kijk, het is zeker jammer. In die zin dat je... als je zelf bezig aan het zwemmen blijft, dan kom je ook niet meer echt vooruit, zeg maar. En dan merk je gewoon dat je eigenlijk iemand hebt die jou goed les moet geven. Dus je geeft eigenlijk voor jezelf al aan dat je eigenlijk weer naar les moet? Eigenlijk wel. Ja, als je vooruit wil komen wel. Dat is, zo simpel is het gewoon. Maar daar moet je ook de tijd voor hebben. En dat is vaak de lastigheid. Ja, keuzes maken. Zeker. Ja. Ja. Minder naar orgelconcert te gaan en meer naar orgelles gaan. Zoiets. De stukken die je uitgekozen hebt, waar kwamen die vandaan? Gewoon, je zegt van, weet je, je hebt een stuk geïmproviseerd, begrijp ik? Ja, klopt. En ik hoorde Stille Nacht van... Klopt, van Johan den Hoed. En The First Noel van John West. En die laatste twee zijn eigenlijk stukken die ik tot voor kort eigenlijk nog helemaal niet kende. Maar ik was eigenlijk op zoek naar een paar stukken die... die niet heel bekend waren. Specifiek voor deze opname? Ja, klopt. Okay. Ja, die niet heel bekend waren, maar toch lekker in het gehoor klinken. En ik denk van, ja goed, waar kan ik het anders gaan zoeken? En toen kwam ik uit op die muzikale bijdragers van Johannes. In de decembermaand. Ja. Ik denk van, nou, daar zal vast iets met Catch aanwezig zijn. Nou, onder andere deze twee stukken stonden daarbij. Dus zodoende ben ik erop gekomen. En dat pak je dan helemaal zelf zo aan, zonder, of dan ga je naar opnames op zoek? Of heb je dit nog met een leraar ook voorbereid? Of heb je dit met iemand nog besproken? Of is dit echt helemaal van nou? Nee, dit is in principe wel zonder les geweest, zeg maar. Maar ik luister altijd wel goed naar, als er opnames beschikbaar zijn, hoe anderen aan het spelen natuurlijk. Want daar kun je heel veel van leren. En hier stond gewoon een mp3-file bij waar je naar kunt luisteren. Ja. Dus dat is altijd mooi. Ja. Tot slot... De composities en dit orgel, is dat dan iets speciaals? De combinatie bedoel je? Ja. Ja, kamp is altijd speciaal. Ja, dat wilde ik. Simpel zat. Dat wilde ik heel graag horen. Bedankt voor je spel, ik heb ervan genoten. En ik zou zeggen, blijf lessen. Want stilstand is achteruitgang. En je hebt volgens mij genoeg te vertellen op een orgel. Dankjewel voor je spel en succes met alles. Ook bedankt. Graag gedaan.
Annemijn van der Horst uit Staphorst. Ja, ook nog. Komen jullie allemaal uit Staphorst? Ik geloof het wel, hè? Ja, volgens mij ook, ja. En een dame mag je niet aan je leeftijd vragen, dus dat doe ik niet. Maar je bent nog heel jong. Ja, ik ben 19. Ja, nou zei het zelf hoe oud je was, dus ik heb er niet naar gevraagd. Nee. Twee stukken hoorde ik. Een van Jan Mulder en een van mijn vader, Willem Hendrik Zwart. Ja. Speciale keuze. Hoe ben je er zo aangekomen in deze twee stukken? Mooie stukken? Of? Nou, ik vond sowieso Jan Mulder, die stijl, vind ik altijd een beetje doet me aan kerstdenken. Ja. Dus daarom was eigenlijk meteen dat ik dacht van daar moet ik een stuk uit halen. Gewoon die sfeer, ja. Moet je dat... En die andere, ja, dat was eigenlijk... Die kwam bij mijn oom weg en zegt, dit is echt een mooi stuk en die klinkt heel mooi in de Bovenkerk. Ja, het is hier natuurlijk ook gemaakt, hè? Ja, daarom, ja, daarom, het is dus daar gewoon voor geschreven. Ja. Dus, nou ja, vandaar deze twee. Maar hoe ben jij zo aan het orgelspelen? Want het is niet echt iets voor damesport, om het zo te zeggen, orgelspelen. Nou, het is vind het wel heel leuk, trouwens. Ja, een keer wat anders. Nee, maar eigenlijk vanuit de familie. Ik heb meerdere ooms die orgel spelen en dan heb je een soort voorbeeld. En op die manier. En vinden vriendinnen het dan leuk of vinden ze het eigenlijk een beetje gek? Of, nee, ze vinden het wel leuk. Want mijn vriendin, andere vriendin, die speelt zelf ook orgel. Okay. Dus dat... Dus daar trek je ook wel mee op naar orgelconcerten of ga je... Dan dat eigenlijk valt wel mee, maar het is gewoon wel gedeelde... Gedeelde smart is half. Ja, smart. Ja. Dat. Ja. Nee, ja. Maar ja. Je hebt les? Ja. Van mijn oom ook. En wie is je oom? Sorry. Dirk Mulder. Dirk Mulder, oké. Okay. Ja. En dus een degelijke leraar? Die houdt het ook... Ja, absoluut. Vinger aan de pols en lekker... Nou, hij zegt inmiddels zelf, van zou hij niet wat anders doen. Maar omdat het nou ook nog een beetje voor de gezelligheid is elke keer. Maar ik vind het zelf gewoon... dit vind ik prima. Je doet het ook voor je hobby. Het is, ja. Het is geen iets waarvan je zegt, nou dat wil ik later... Nee, echt niet. Ik doe het echt voor mijn hobby. En het... Ik vind het ook prima zo. Ik heb de tijd er denk ik op dit moment ook niet echt voor. Of nou ja, dan moet ik er echt tijd in gaan steken. Ja. Maar het is echt meer voor de hobby. Ja. Als ik het zo hoor, heb je wel een flinke aanpak. Je durft wel. Ja, vind ik wel heel leuk. Ja, vind ik wel heel leuk. Dat is wel heel spannend. Ga je wel eens naar orgelconcerten of luister je dan cd's? Of hoe ontwikkelt zich dat? Nou, op zich, nee. Verder heb ik helemaal niet veel met orgelconcerten. Ja, natuurlijk vind ik het wel een keer leuk, maar zo vaak doet het helemaal niet. Dus je bent niet zo'n echte fan die... Nee, ik ben geen orgelfanaat. En hasselt nee. Maar je gaat wel eens luisteren her en der? Ja, gewoon een cd of iets. Dat wel. Okay. Maar verder geen... Wat grappig. Je studeert iets anders? Ja, pedagogiek doe ik dus. Okay. Dat is heel wat anders. Ja, dat is heel wat anders. Ja. En is dit dan een soort uitlaatklep? Ja, soms wel. Ja. Vooral als je gewoon als je bijvoorbeeld emoties kwijt moet of zo, of je bent heel blij of juist heel verdrietig, dan vind ik dat altijd wel fijn dat je dat... Ik denk dat mensen die geen muziek bespelen of zo, dat die echt wat mis in hun leven. Oké. Okay. Dus dat zou je ook vanuit een pedagogische idee best ook mensen aan kunnen reiken. Ja, op zich wel. En dan maakt het niet uit of je nou fluit speelt, gitaar of orgel. Nee, gewoon dat je gewoon even helemaal je daarin kwijt kan. Ja. Dat is echt... Ja. En de combinatie met datgene wat je speelt en je geloof, heeft dat ook nog een verbinding? Vind je dat ook belangrijk? Jawel. Het is ook wel een stukje geloof uitdragen. Ja. Speel je in diensten of is het echt alleen een hobby? Nee, echt een hobby. Leuk. Ja. Ik vind dat je het fantastisch doet. Ik heb ervan genoten. Nou, en ik zou zeggen van gewoon les blijven geven en al is het voor je hobby... Je hebt mooi talent meegekregen, dus daar moet je mee woeken. Ja, ik heb er van genoten en ik wens je heel veel plezier, ook met je andere studie, maar zeker ook met orgelspelen. Nou, dankjewel. Hartelijk bedankt. Graag gedaan.
Aan het einde van deze avond kom ik nog één keer bij u om u te bedanken voor het kijken. En niet alleen u, maar natuurlijk ook de organisten en de registranten. Het was een hartverwarmend kerstconcert en we hebben er allemaal van genoten. Verschillende keren is de QR-code in beeld geweest en het bankrekeningnummer. We vragen u om een bijdrage voor de onkosten. Ik ga verder niet bedelen. Het belang lijkt me duidelijk. U kunt natuurlijk ook de Bovenkerk ondersteunen. Like deze video en abonneer u op het kanaal van de Bovenkerk. En ook kunt u natuurlijk vriend worden van Stichting Bovenkerk Kampen. Ook die informatie daarover vindt u in de beschrijving onderaan de video. Rest mij om hier vandaan, vanuit de Bovenkerk, u allemaal heel gezegende kerstdagen te wensen. En misschien een keertje tot ziens live hier in de Bovenkerk. En wat mij betreft bij het mooiste orgel van Nederland, zeg ik met een glimlach. Nogmaals gezegende kerstdagen en alvast voor het nieuwe jaar 2022 heel veel heil en zegen. Ik dank u wel.